Dat inmiddels gaat 2 maal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. 30 minutes, 22 november 2021. Dit is het bulletin van maandag. Inmiddels 22 november 2021. Dit is het bulletin van maandag. Ja, vandaag, ik kon slecht slapen vannacht en waarschijnlijk daardoor heb ik geen beste stem. Dus ik ga niet heel veel werk in de Daily Minutes stoppen. Dat doen we dan morgen waarschijnlijk weer als het tijd is, want af en toe is het druk. Het valt nog mee. Ik heb vandaag wel meerdere QSO's gemaakt. Dat doe ik niet zo vaak, tenminste de afgelopen tijd niet. Die is daar weer een beetje aan het stand-by zijn. Daar is dat zelfs uit. Nou ja. Er is een ronde gaan. Ik heb net de tijden van PI3XTV aangepast. Vanwege de wintertijd. Want eventjes de volume knop. Ik zal hem even op dienst alleen zetten. In plaats van zo. Maar vanwege de wintertijd miste ik 1 ronde. Daar kwam ik van de week achter. Dus ik normaal schakelde die om 7 uur ervan af. En nu om 8 uur. Tenminste, ik denk dat het vanwege de wintertijd is. Dat is natuurlijk al een tijdje, maar een paar weken. Maar goed, in ieder geval loopt hij nu tot 8 uur door. En het is een hele leuke ronde op dat moment. Dus een van de leukere. Zoals ik vaker gezegd heb, ik geef 's middags een aantal rondes door, hè, op PI3XTV Analog. Dan kun je ook meeluisteren via Echolink. Wat heb ik nog meer? Ik heb niet zo heel veel te vertellen eigenlijk. Ik kreeg een bericht dat mijn transceivertje is in Nederland gearriveerd. Dus die zal snel aankomen. Misschien wel deze week ook. Als dat zo is, dan maak ik snel een filmpje. Misschien wel een unboxing filmpje, hoewel ik daar wel eens kritiek op krijg dat mensen dat niet waarderen. Maar ja, het is natuurlijk wel toch wel leuk om verrast te zijn. Even kijken, wat heb ik verder nog te melden? Nou, niet zo verschrikkelijk veel, nee. Dat valt een beetje tegen. Ik ben ik heb al erg veel dingen laten liggen de afgelopen tijd. Qua opruimen en administratie. Dus dat ben ik allemaal ook een beetje aan het inlopen. Dus nog steeds niet veel tijd voor de zendhobby. Ik wil eens een keer met PI3XTV aan de gang met het analoge deel. Want er moeten nodig een aantal dingen die niet werken weer werkend worden. Ik heb ook wat nieuwe ideeën. Ik wil eigenlijk wat met APRS gaan doen. Dus dat wil ik al een hele tijd. Dat is onderdeel van mijn plannen om te gaan chatten. Het is misschien wel leuk om wat over te vertellen. De eerste mensen die ik sprak over Packet, die spraken van Automatic Positioning Reporting System. Maar dat is het dus niet. De P staat voor Packet en niet voor Positioning. Het is niet primair een positiesysteem. Het is primair een messaging systeem waarmee je berichten kunt uitwisselen. En dat is, ja, dat raakt heel sterk aan het chatten wat ik wil. Het is niet helemaal hetzelfde. Het is meer sms-achtig. En je kunt ook mails versturen via APRS. Maar het komt wel in de buurt van wat ik wil. Van de ideeën die ik heb over toch wel de toekomst van de zendhobby. Ik heb een serie over het. Nou ga ik toch al heel lang praten hoor. Let maar op. Maar ik heb dus een serie over de historie. Maar de toekomst is natuurlijk niet minder belangrijk. Kijk, en ik doe dat niet specifiek alleen voor jonge mensen. Want ik denk dat mensen die wat ouder zijn dit ook leuk vinden. Als ik kijk naar het succes van het chatkanaal wat ik eigenlijk met dit doel heb opgezet. Want ik ben hier echt al heel lang over aan het nadenken. Je ziet wel trouwens dat er meer dingen opkomen. Er zijn allerlei leuke Arduino-projectjes, LoRa-projectjes om van terminal naar terminal te chatten. Eigenlijk wat ik ook wil. En je ziet ook dat allerlei professionals bezig zijn. Bijvoorbeeld Amazon en Apple en Google. Die eigen IoT-netwerkjes aan het opzetten zijn. Dat ook wel enigszins lijkt op wat ik zelf wil doen. Ik heb 3 bedoelingen hiermee.
Maar het kunnen er best wel nog wel meer worden. Want als ik APRS ook ga integreren in het systeem, dan zou dat de vierde manier zijn. Maar waarom niet? Amazon die gebruikt ook Bluetooth, Wifi en LoRa en volgens mij nog eentje. Zigbee? Nou, dat zou kunnen. In ieder geval, die kiezen dan gewoon wat het beste platform is voor dat moment. En je kunt natuurlijk ook dingen via internet laten lopen. Dat is minder mooi, maar het werkt wel. Ik wil met PI3XDV verder, want daar moet een paar dingen echt nodig gebeuren voordat ik verder kan. Dus dat is het vervelende. Want als ik nu dingen ga toevoegen met de oude technologie, dan moet ik straks alles vervangen. Dus ik moet echt eerst mijn software op orde hebben. De 2 meter ontvanger moet het weer doen, die doet het momenteel ook niet. Ik weet niet wat daar de oorzaak van is. Het kan zijn dat die stuk is, maar die gerepareerd. De 2 meter ontvanger is eigenlijk wel belangrijk en ook wil ik toch wel een van de andere ontvangers weer aanzetten. Met name die op 6 meter is wel leuk, maar die werd ook wel gebruikt door sommige mensen om te testen meestal. Maar toch, waar is de PI3XDV anders voor bedoeld, hè? Een experimentele repeater. Maar dan kan ik ook die andere ontvangers van een DVB, hoe noem je dat? Een DVB-T-stick voorzien, zo'n ontvanger. Want daarmee kan ik op afstand CTCSS beheren. Voor korte golf ontkom ik er niet aan om CTCSS te gebruiken. Dat staat me wel tegen, maar voor alle frequenties onder 2 meter. Misschien op 2 meter ook, maar dat wil ik liever niet. Omdat je dan op 2 meter gewoon op de frequentie van de repeater terug kunt komen. En dan toch naar het netwerk toe kan. En dat is met die rondes die er zijn natuurlijk wel erg leuk. Oh ja, CTCSS. Ja, het is zo dat ik hang geregeld met, zoals nu ook met de repeater, aan groepen rondes. En per ronde zijn er misschien wel 300 repeaters die eraan hangen. En dan wil je dus niet als beheerder als één van die repeaters de squelch staat te klapperen. Ja, dan staan al die repeaters die staan te jitteren erop. Dat wil je natuurlijk niet. Dus het is heel belangrijk dat niet gebeurt. Ik heb de squelch op 70 ook extra ver dicht staan om juist die reden. Met daarbij het gevolg dat de ontvanger toch wat minder snel open gaat. Maar dat is dan maar zo, want je wilt echt niet dat het klappert. Nou, bij 70 megahertz is het aan de lopende band, als dat ding aanstaat, is dat die repeater die staat aan, uit, aan, uit, aan, uit. En er zit nog wel een systeem in die dat ook voorkomt. Want je moet 2 keer de microfoon indrukken voordat de repeater reageert. Maar ja, dat gaat toch niet voldoende goed. Op 50 megahertz is het probleem wat minder groot. En op 10 meter is het probleem wel heel groot. Zowel vanwege stoorsignalen als vanwege de X wat af en toe toch opkomt. Via sporadische E of anderszins. Dus daar moet gewoon CTCSS op. Dat kan niet anders. En dat kan heel eenvoudig met dat soort ontvangers, omdat daar dat ingebouwd zit. De huidige ontvangers die ik gebruik, die hebben geen CTCSS. Dus ik zou dat moeten integreren. Of ik zou ze moeten modificeren dat ik het signaal voor de software direct vanaf de detector pak. Dat kan ook wel. Maar ik vind die DVB-T-sticks, ook omdat veel andere repeaters die ook al gebruiken, vind ik wel handiger. Wat ik wel wil doen is per stick een bandfilter ervoor zetten. En iets van versterking, want die zijn niet super gevoelig. En ze zijn ook wel gevoelig voor andere signalen. Dus er moet ongetwijfeld een echt stevig bandfilter moeten voorkomen. Nou ja, dat kan ik wel maken voor die banden. Dat heb ik zo vaak gedaan. En zeker met een nano-VNA in de buurt. Dus dan is dat al helemaal makkelijk. Ja, en ik was ook al begonnen met plannen om op HF te gaan chatten. Dat ligt helemaal in de mottenballen. Ik moet eens kijken wat ik nou echt wel als eerste wil doen. En ik was ook al met een hotspot bezig. Hè. Ik weet niet of mensen zich dat nog herinneren van heel lang geleden. Die hotspot is er nog steeds niet. Ik had eigenlijk de hoop dat mijn aankondiging de oorzaak zou zijn dat anderen het oppakken. Nou, dat is niet gebeurd. Dus misschien dat ik toch nog zelf, of misschien waarschijnlijk dat ik er toch nog zelf mee bezig ga. Dan ga ik gewoon in de webshop aanbieden. En dan kijk ik wel. Straks word ik er nog stinkend rijk van als niemand anders het doet. Maar dat verwacht ik niet hoor. Maar ik verwacht dat ik een aantal kan verkopen. Dat wat repeaterspeeltjes betreft. Ja, ik was ook niet van plan om vanwege de extra kosten die er zijn de repeatervergunning op te zeggen. Je hebt wel gezien dat verschillende mensen dat wel gedaan hebben, maar ja, die experimenten met PI3XDV die zijn zo essentieel voor mij. Omdat ik daar echt vernieuwende dingen mee wil testen. En ook gewoon leuke dingen mee wil testen. Zoals die SSTV-repeater is natuurlijk ook wel grappig. Daarvoor moet ook de ontvanger het weer doen, hè, op 2 meter. Want juist voor SSTV is dat leuk.
Maar dat soort dingetjes is dat er APRS erin te integreren is. En het is zo opgezet dat er heel gemakkelijk, als het allemaal werkt zoals ik wil, dat er heel gemakkelijk nieuwe dingen aan te hangen zijn. En wat ik misschien toch ook echt nog wel wil doen, is die Star en FM met elkaar koppelen. Dus gewoon in de repeater zelf, niet via een bridge, maar gewoon analoog en digitaal parallel schakelen als een station op in FM. Dan zal ik wel ongetwijfeld die rondes ofwel de doorkoppeling uitschakelen, als al die Amerikaanse rondes erop zijn. Of dat ik de rondes dan toch stop. Want je kunt natuurlijk niet hebben dat dat allemaal naar die Star doorgaat. Of het nou wel of niet aan een drukke reflector hangt, maar dat is gewoon niet handig. Dus, maar goed, dus zover zijn we nog niet. De hardware ervoor heb ik. Dus dat is allemaal wel mogelijk. Ik zie dat ik mijn analoge klokje niet in beeld heb staan. Dat is een beetje lastig, want dan kan ik de tijd niet in de gaten houden. Ja, ik heb twee handen nodig om die opnieuw op te starten. Dus, of om hem überhaupt op te starten. En volgens mij zit hij nog wel ergens, maar waar? Op een of ander bureaublad. Ik heb tegenwoordig 12 bureaubladen in gebruik op de computer. Dat was... met een slechte stem die het zich toch nogal kranig houdt momenteel. Maar plannen. Ja, nou ja, het is dus zo dat ik heb het dus zo druk gehad de afgelopen maanden. Dat er helemaal niks van, van de hobby terecht kwam. Gewoon van alle knutselprojecten er gewoon helemaal niets van terecht gekomen. Ja, wat met antennes. Ik heb al nieuwe antennes gemaakt. Ergens toen het in september wat minder druk was. Hijfantenne weer hersteld. Of dat heb ik al eerder gedaan volgens mij. Ik heb die 4 meter antenne, die heb ik gedaan. Wat ook wel leuk is. Nou, ik sluit het hierbij af. Als het allemaal lukt, dan heb ik nog wel twee delen van de historie. Die gaan over HeatKit. Echt het leukste. Naast de delen over Vibroplex vind ik dit de allerleukste die nu komen. Dat is de beschrijving van de bouwpakketten voor zendontvangers die HeatKit uitbracht vanaf de jaren 50. Echt heel leuk. En bovendien, je hoort dan ook hoe het amateurisme veranderd is in die periode. Dat HeatKit kwam op het moment dat iedereen nog zijn apparatuur zelf moest bouwen. En dan, ja, dat kon niet anders. Of je moest de apparatuur overnemen van iemand die iets gebouwd had. En die dan voor zichzelf natuurlijk, want als iemand doorgaat als amateur, die dan voor zichzelf wel iets nieuws gebouwd had. En dan zou je het afdankertje kunnen gebruiken. Dat heb ik ook gedaan, dat ik afdankertjes van mij verkocht. Zelfgebouwde afdankertjes. Maar het was toen al minder nodig, want je kon toen nog wel, het kostte wel wat. En met mijn zakgeld ging dat niet. Maar je kon toen wel apparatuur kopen al. Maar dat was daarvoor niet zo. Met HeatKit kwam dat, er was toen ook al wel wat legerde, maar toen kwam dat eigenlijk binnen beeld. Nou, hier komen ze. En dan volgt nu eerst weer een bericht van onze sponsor. Wokka Wokka komt weer met iets speciaals voor de Nederlandse zendamateur. De anti-hoogfrequent sticker. Tegenwoordig zijn steeds meer mensen bevreesd voor zendsignalen en steeds meer mensen kopen dan ook stickers en amuletten die de straling van zenders tegengaan. Voor zendamateurs is het een volkomen ongewenste ontwikkeling. Jij investeert je dure geld in een mooi zendsignaal dat ergens voor staat en de buurman of buurvrouw boort dat zomaar weer de bodem in. Je zult het maar als buurman hebben. Bij gebruik van voldoende stickers of edelstenen kan het zendvermogen wel met 2/3 geabsorbeerd worden en in warmte omgezet. En dat kan nog veel meer zijn als meerdere buren tot dit soort acties overgaan. Vooral meerdere stickers op een venster kunnen in dit opzicht heel effectief werken vanwege de koelende werking van de buitenwind op het vensterglas. Een N-amateur houdt in zo'n geval nog maar een schamele 8 watt van de toegestane 25 watt over. Dit is natuurlijk een volstrekt ongewenste ontwikkeling. Wokka Wokka ontwikkelde daarom op basis van iridiumcarbonaatkristallen in combinatie met een flinke dosis nanotechnologie als eerste de anti-hoogfrequent sticker. We hebben hier met een team van echte bollebozen zeker 2 jaar aangesleuteld, maar nu is het product dan ook geschikt voor marktintroductie. De Wokka Wokka anti-hoogfrequent sticker gaat het schadelijke effect van alle anti-hoogfrequent producten met zeker 90% tegen. Een velletje met 4 stickers is al te koop voor een bedrag van €199, exclusief btw en verzendkosten. Notabene, je kunt beter niet aan je buren vertellen dat je ze gebruikt. Dit is deel 24 van de serie over de historie van onze hobby. We zijn nog steeds bij HeatKit. De afgelopen 2 dagen ging het over de bijzondere historie van het bedrijf zelf. Vandaag gaan we in op de amateurproducten die HeatKit maakte. Producten voor de zendamateurmarkt die Heat vrijwel vanaf het begin dat ze elektronica bouwpakketten maakte, verkocht. Voor zendamateurs had HeatKit een extra boven andere zelfbouwers. Amateurs moesten in die dagen hun apparatuur in de meeste gevallen sowieso zelf bouwen. Niet alle amateurs hadden daarvoor voldoende vaardigheden in huis en voor die amateurs waren de HeatKit producten ideaal. Behalve de lagere prijs en het plezier van het zelf maken was er ook het voorspelbare resultaat dat het apparaat het vrijwel zeker zou doen. HeatKit leverde bijna 40 jaar lang producten voor de zendamateurmarkt.
Het eerste product voor zendamateurs was de AT1, die in 1954 op de markt kwam. De AT1 is een eenvoudige kristalgestuurde zender, bestaande uit 3 elektronenbuizen, geschikt voor de 6 meest populaire amateurbanden. De prijs was $29,50, vergelijkbaar met $240 à $250 in het geld van tegenwoordig. In 1954 was de catalogus van Heath 39 pagina's groot en 2 pagina's daarvan waren toen amateurproducten. Naast de AT1 zender was er nog een antennekoppelaar. Dit waren in dat jaar de enige 2 amateurproducten. Al snel volgde echter een general coverage korte golfontvanger, de AR2, en een impedantiemeter. Daarna volgde een VFO voor de AT1 zender, de VF1, die een jaar na de zender op de markt gebracht werd. Het ging vervolgens snel, want in datzelfde jaar, 1955, kwam Heathkit ook met een volledig uitgevoerde zender voor de doorgewinterde DX'er van die jaren, de DX100. Aan het apparaat werden 2 pagina's in de catalogus gespendeerd, waar tevens uiteen werd gezet hoe serieus Heath geïnteresseerd was om de amateurmarkt van kits te voorzien. De DX100 werd serieus neergezet voor wat werd genoemd de amateurradio-operator, een in die tijd ongebruikelijke term, want meestal werd gewoon de term amateur gebruikt. Verder werd aangegeven dat het apparaat voor introductie al uitgebreid door amateurs was getest onder echte omstandigheden, iets wat we tegenwoordig een beta-test zouden noemen. Heathkit voegde standaard alle schema's van de kits toe aan de catalogus. Van de DX100 stonden er ook 2 foto's van de binnenkant bij en een blokdiagram. De DX100 bevatte er 15 buizen en kon in zowel CW als in AM zenden, met op alle 7 amateurbanden waar hij op kon werken tussen de 100 en de 140 watt uitgangsvermogen. Hij beschikte verder over een ingebouwde voering en een VFO. De prijs was $189,50, wat in tegenwoordig geld rond de $1600 à $1700 zou zijn. De prijs was pittig, maar nog altijd een heel stuk lager dan van concurrerende apparaten. In het jaar daarop, dat was 1957, introduceerde Heath 2 minder ambitieuze zenders, de DX20, alleen telegrafie, bedoeld voor beginners, en de DX35, die zowel in CW als met AM-telefonie kon werken. Beide modellen waren geschikt voor 6 banden, de 160 meter die de duurdere DX100 wel had, die ontbrak. Qua uiterlijk lijken deze laatste precies op de DX100. Die laatste heeft echter wel diverse functies die op de goedkopere apparaten ontbreken. Daar was het prijsverschil ook naar. De DX20 kostte $35,95 en de DX35 $56,95 tegenover de DX100 die zoals gezegd $189,50 kostte. Een jaar later al werd de DX35 in de lijn vervangen door de DX40, een verbeterde versie van dit apparaat. Verder werd in 1959 de DX100 opgevolgd door de DX100B, die voor dezelfde prijs werd verkocht. In de catalogus van 1960 werd de dan 5 jaar oude DX100 al aangeduid als een classic, onder de slogan het beste aantal watts per dollar op de markt. In het volgende deel gaan we in op de zender- en ontvangerfamilies van Heathkit, die naar de Apache, Mohawk, Chippewa en Seneca-Indianen stammen vernoemd waren en op de apparatuur voor VHF die het bedrijf maakte. In de SSTV-afbeelding van vandaag, zoals aangekondigd, een plaatje in PD90 van de DX100, het paradepaard van Heathkit uit 1955. Deel 25 van de serie over de historie van ons hobby begint met de verschillende Heathkit-stammen, apparatuur onder de namen van Apache, Mohawk, Chippewa, Seneca en andere namen van stammen van de oorspronkelijke bewoners van wat nu de VS is. We zitten in het laatste jaar van de jaren 50, begin jaren 60 van de vorige eeuw, een periode waarin, hoewel er al draagbare transistorradio's verkrijgbaar waren, nagenoeg al dit soort apparatuur nog met buizen werkte, misschien met af en toe een verdwaalde seleniumgelijkrichter. In 1959, een jaar voordat de laatste DX100 verkocht werd, introduceerde Heath een nieuwe lijn, een luxe lijn van amateurapparatuur. De TX1 Apache zender en de RX1 Mohawk ontvanger waren ongeveer dezelfde afmetingen en gewicht als de DX100, maar hadden een geüpdate stijl en een nieuwe behuizing, gelijk aan waar de latere DX100's ook in werden geleverd. De TX1 Apache had veel meer mogelijkheden dan zijn voorganger en de RX1 Mohawk was de eerste volledig uitgeruste ontvanger speciaal bedoeld voor de amateurbanden op de markt. Beide units zender en ontvanger waren voorzien van een schaal in de stijl van een rekenlineaal met een schaal op een draaibare trommel die veranderde met de bandkeuze. Het bovenste apparaat in het SSTV-plaatje dat afgelopen zaterdag werd uitgezonden met de grote chroomkleurige knoppen is een RX1 Mohawk ontvanger. Deze beste apparaten uit de lijn van Heath kosten samen $504,45, vergelijkbaar met $4300 in tegenwoordig geld. In 1959 bracht Heath de SB10 SSB-adapter uit voor gebruik in combinatie met de Apache of de DX100 om zo gebruik te kunnen maken met de toen nieuw opkomende SSB-modulatie.
De SB10 uiteraard nog met buizen, in totaal zaten er 9 stuks in, wekte via de fasemethode SSB op met 10 watt uitgangsvermogen die vervolgens aan de Apache of de DX100 werd teruggevoerd waar het tot vol vermogen werd versterkt. De SB10 werd ook gevoerd uit de voering van de zender waarop hij werd aangesloten en gebruikte ook het oscillatorsignaal van de zender in combinatie waarmee hij werd gebruikt. Een draaggolfonderdrukking van 40 dB en een onderdrukking van de ongewenste zijband met 30 dB komt naar huidige maatstaven een beetje mager over. Het was destijds rond 1960 een spectaculaire noviteit die toen al een FOX had met een antitrip om te voorkomen dat het geluid van de ontvanger de zender inschakelde. Na de SSB-adapter in 1959 voegde Heath in 1960 een bij de lijn passende lineaire versterker toe, de KL1 Chippewa. De lijn werd in datzelfde jaar nog aangevuld met de VHF1 Seneca, een zender waarmee gewerkt kon worden op 50 en 144 MHz. De Seneca werkte in AM en CW van 50 tot 54 en van 144 tot 148,2 MHz, met in CW 140 watt op 6 meter en 110 watt op 2 meter en in AM een piekvermogen van 120 watt op 6 en 95 watt op 2 meter. AM-modulatie vond plaats door middel van roostermodulatie met een geregelde draaggolf. Overigens heb ik een schema van de DX100 en een beschrijving van de werking van de SB100 met veel detailinformatie. En ook van de VHF1 Seneca heb ik veel informatie. Als daar belangstelling voor is, dan kan ik die informatie voor belangstellenden beschikbaar maken. Verder had Heath in die periode ook nog de MT-1 Cheyenne zender en de MR-1 Comanche, ook weer genoemd naar stammen van de oorspronkelijke bewoners van de VS. Deze apparaten waren aanzienlijk kleiner en lichter dan het Apache Mohawk zender-ontvangerkoppel. Voor deze twee apparaten was er zowel een externe lichtheidvoering als een gelijkstroomvoering waarmee de apparaten in een voertuig gebruikt konden worden. Dat laatste was ongetwijfeld nog geen sinecure, zeker tijdens het rijden, omdat er geen zend-ontvangschakeling in zat. Het waren twee apparaten, een losse zender en een losse ontvanger. Een jaar na introductie werden de MT1 en de MR1 opgevolgd door een aangepaste versie, de HX20 zender en een aangepaste HR20 ontvanger. Deze waren nu geschikt voor SSB-bedrijf en ze hadden geen namen meer van Indianenstammen. De HX10 Marauder was vervolgens een vervanging voor de Apache, die niet meer de externe SB10 SSB-adapter nodig had, maar waar SSB al ingebouwd was. Deze zender verscheen voor het eerst in de Heath-catalogus van 1962-1963, tezamen met een nieuwe lineaire versterker, de HA-10 Warrior. De laatste in deze generatie naar stammen verloemde apparaten waren de HX30 zender en de HA-20 lineaire versterker, beide voor de 6 meter band. Heath kwam daarnaast ook met enkele zendontvangers voor 1 band, met laag vermogen CW en AM op VHF. Dit waren de HW10 voor 6 meter en de HW20 voor 2 meter, vooral bestemd voor mobiel gebruik. Deze apparaten waren aanzienlijk kleiner dan de andere apparaten in deze generatie, maar hadden wel exact dezelfde stijl, inclusief de chromen knoppen. In de aflevering van morgen blijven we nog even in het jaar 1961, jawel, te beginnen met nieuwe apparatuur van Heath voor 6 en 2 meter in SSB. This podcast is made by myself, I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB, voor altijd de Joker van België.